Ja, nee, want over honden gesproken, je moet wel een goede naam verzinnen. Ik weet niet of je het ook mee had gekregen van Lorette Schrijver. Die had de verkeerde naam gekozen. Die had Klaar. Ja. Klaar? Klaar. En op een gegeven moment zei ik, ze heet Clara Klaar. Punt. Klaartje. En dat hebben we ongeveer een week volgehouden. Maar dan wordt het Klaartje. Klaar. Kom. Kom Klaar. Kom Klaartje. Kom maar Klaar. Ze reageert nog wel. Kom maar Klaar. Met dat soort problemen hebben wij ook te maken, Wilfred. Weet je? Naughty. Alhoewel je triest nieuws had begrepen, je had het al aangekondigd. Ik heb mijn hondje vanochtend in moeten laten slapen. Ja, wel verdrietig. Ja, dat jawel, maar zo'n moment doe je, dan is het beter voor het hondje. Hè? Ja. Maar het WK komt eraan en dan zou er sowieso toch ook een nieuwe komen weer. Komt er weer een nieuwe, ja. Ja. Nog een idee waar je naar uit gaat kijken? Ik heb geen idee, maar dat hondje dat wat... Ik weet nog dat... Ik ben een keer in België een rode kokkerspaniel wezen kopen. En mijn vriendin hield toen een beetje die site bij. En toen stond er op een gegeven moment op die site een witte kokkerspaniel. En die kostte €1200. En mijn vriendin zegt, die gaan ze niet verkopen. Dus die wil niemand hebben. Dus wij bleven kijken. En inderdaad ging die naar 1000, naar 800, naar 600, naar 400, naar 200. Gratis. Ja. En toen zei ik op een gegeven moment zei ik tegen haar, wat gaan ze nou dadelijk over een week doen? Want het was alweer 24 weken verder. Zeg, maak eens af. Die maken ze af. Toen ben ik hem gaan halen. Ja? Ja. Wat mooi dan. Ja, en vandaag heb ik hem weggebracht dan. Ik heb 12 jaar gehad. Oh, breekt je hart toch, hè? Lief beest. Ja, bijzonder. Ja.